Even een sleutel? Nee, ik heb een sleutel. Jij praat Nederlands. Klein beetje. Klein beetje. Ja. Zoals je ziet, Pimmy, ze staan nu bij de auto. En een lakdikte meter. Moment suprême. Loopt fantastisch, die auto. Is het lak goed? Ja. Collega vraagt, is die goed? Doe ze erop. Ja. Ja? Ja, goed. Perfect. Je ziet het. Mooi, 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 mooi. Kijk, dat gebeurt er allemaal. Alles perfect? Ja, alles goed. Gaat goed. Auto export Ukraine, Pim, je ziet het. Knock knock, who's there? Dit kan alleen bij Auto Floris dit. Legendarische export king. Hey, wat gaan we doen? Wat gebeurt hier? Auto export check, Mazda 5. Ziet er goed uit. Wij gaan verder. We gaan kijken of we hem kunnen verkopen. Even een inkijkje hoe zij de auto's nakijken voor export, voordat ze ermee gaan rijden. Lakdikte meter, oliecheck, koelvloeistofcheck, druk. En even gas geven, gas erop. Nou, dat was hem. Deel 2 volgt waarschijnlijk zo meteen nog. Ze gaan het nu volledig checken. De schimmel is eruit voor nu. Het zal later blijken of dat weer terugkomt. En dat voor 1000 euro. Veel voor weinig. Nooit chagrijnig. Altijd wat te beleven. Autofloris.nl. Mazda 5 export. Oekraïne. Nog even een laatste check voordat ze hem eventueel kopen en rijdend mee gaan nemen. De 3 Daltons. Controlecheck Mazda. Export Oekraïne. Deel 2 volgt waarschijnlijk zo. Dus kijk straks verder op mijn YouTube channel. Auto export Oekraïne. Bij autofloris.nl. Een kijkje in de keuken.